Zeg het maar, Qatar, Senegal en Ecuador. Ja, een Jut en groep. Het lijkt me het beste te passen bij, uh, bij deze tegenstanders en uh, bij de bondscoach. Hele wie die het vaak heeft over Jut en competities. Nou, dit is een Jut en groep, een, eigenlijk een pretloting. En zeker, uh, eh, Qatar was het uh, slechtste land uh, in uh, pot 1, de nummer 51 van de wereld. Ja. En ook nog als, als laatste tref je ze, dus dan zijn ze waarschijnlijk al uitgespeeld. Dat dus zijn, zijn zeker drie punten. Uh, de openingswedstrijd is wel het moeilijkste, ook op de, de dag van de toernooiopening, direct op uh, maandag uh, 24 november. Tegen Senegal, tegen de kampioen van Afrika, tegen Sadio Mane. Maar ga je me vragen wie de andere spelers zijn van Senegal, dan weet ik ze niet. Maar ze zijn kampioen van Afrika, hebben Egypte verslagen. Dus dat is in feite de sterkste tegenstander. En een mooie loting voor Virgil van Dijk, hè, die tegen zijn teamgenoot Sadio Mané komt te, te spelen. En de, de andere tegenstander is Ecuador uit Zuid-Amerika. De nummer vier van uh, de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepool. Ja, ook geen hoogvlieger. Ik heb net even zitten kijken naar de namen. En uh, ja, ook dat uh, zijn voornamelijk... Uh, Grote onbekende voor alles en iedereen hier in Nederland. Als, als je het Nederlands elftal uh, de kwaliteiten afzet tegen de kwaliteiten van deze spelers. En waar de, de Nederlands elftal spelers onder contract staan. En de tegenstanders, ja, dan, uh, dan moet dit in feite uh, appeltje-eitje zijn. En dan kan je ook al direct doorkijken naar de volgende ronde. Dan kom je uit uh, tegen de winnaar of de, de poolwinnaar of de nummer 2 uh, van uh, Engeland, USA, Iran. En dan heb je nog Schotland, Wales of Oekraïne. Dus ja, ook, ook dat uh, is uh, overkomelijk. En Louis Verhaal zei dat hij uh, vaak de, het geluk aan zijn kont heeft hangen. Uh, wat zegt het u? Zo'n topland waarschijnlijk. Ik denk dat het Qatar wordt. <laughs> dat denk ik. Ik ja. heb altijd geluk aan mijn kont hangen. Ja, als je verder in het toernooi kijkt, dan eigenlijk in de halve finales... Dan, uh, dan kom je pas de echte grote jongens uh, tegen. Dus het kan een, uh, een herhaling van zetten worden met het WK 2014. Toen ze trouwens wel... ...een hele sterke pool hadden, om mee te beginnen met de wereldkampioen Spanje toen, Australië en Chili. Maar ja, dit biedt heel veel perspectief. Als je de andere pools bekijkt, springt er nog een bepaalde pool voor jou uit? Misschien groep E met Spanje en Duitsland erbij. Misschien de groep G, Brazilië, Zwitserland, Servië, Cameroen. Tadic tegen Anthony. Ja, die laatste, dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk. Anthony, Tadic... En uh, Cameroen natuurlijk met uh, Onana. Onana ja. Ja, die zal dan zeker geen Ajax-speler meer zijn, hè, want het uh, toernooi begint uh, in november. De finale is trouwens 18 december. Dus, maar de, de komende maanden zal uh, binnen, Ajax, uh, binnen de Ajax-muren wel uh, het nodige uh, afgegrapt worden ten opzichte van elkaar. Dat is inderdaad uh, een van de zwaarste uh, groepen, uh, mijn inziens. Ja. Ja, voordat Nederland oefende tegen Duitsland en Denemarken, was Vergaal behoorlijk uitgesproken op de persconferentie over het WK in Qatar. Ik vind dat belachelijk. Dat, uh, dat we in een land gaan spelen om. om uh, uh, hoe uh, zegt de FIFA dat? Om uh, het voetbal daar te laten ontwikkelen. En beter te laten ontwikkelen. En dat doe je door uh, een toernooi te organiseren in dat land. Nou, dat is al bullshit. Maar uh, dat doet er niet toe. Uh, het gaat om uh, geld, om commerciële belangen. En uh, dat doet er toe bij, bij de FIFA. Maar hij vond Qatar zelf, hè, uh, de arbeidsomstandigheden, de mensenrechten situatie en zo, daar heeft hij zich niet over uitgelaten. Uh, hij had geen aanklacht uh, tegen Qatar zelf. En ja, dat onderscheid wilde hij nu opnieuw maken. Hij zegt van: uh, ik, ik heb inderdaad uh, gezegd: uh, belachelijk uh, dat het WK niet in Qatar thuis hoort. Huh? Vanwege. Eigenlijk uh, de ontwikkeling van het voetbal. Dat dat voorop zou staan voor de FIFA. Nou, dat vond hij onzin. Maar hij wilde zich nu niet branden aan uh, uitspraken over de mensenrechten situatie. en uh, over de situatie met de arbeidsmigranten. Uh, hij zegt uh, daar zijn andere mensen voor bij de, bij, uh, de KNVB. die moeten dat doen. Ja, ik, ik denk dat er nog wel het nodige over gezegd zal worden. en verhaal zal er ook nog wel het nodige over gevraagd uh, worden. Maar hij verwacht wel een uh, hele normale ontvangst uh, in Qatar. Ondanks. Uh, wat hij gezegd heeft, en ja, als hij het daarna dan uh, specificeert, dan zegt hij natuurlijk opnieuw: van, het ging niet om Qatar, het ging om de FIFA.